the most incredible rock and roll. Ja, hoi, Hef met Kees. Die wou je ook weer op die track hebben en nog erbij? Kom met me mee. Kom verder door het heelal. Kom verder door de sterren. Ga mee. Ga met me mee. Kom. Oh, word. De vorige keer in pokoe maken terwijl Kees allemaal dingen tegen je zegt, zagen we hoe Hef een pokoe maakte. Liet hij ons het straatleven zien en hadden we een enorm leuk gesprek over Utopia. Welkom bij het programma Pokoe maken terwijl Kees allemaal dingen tegen je zegt. In dit programma is er een host die kiest een beat uit, schrijft daar een verse op en vervolgens nodigt hij twee andere artiesten uit om ook een verse te schrijven op die track. En terwijl dat allemaal gebeurt, zeg ik allemaal gekke dingen en onzin en eigenlijk gezelligheid gewoon. Vorige keer was het dus Hef. Ik weet dat jullie heel benieuwd zijn wie hij heeft uitgekozen als eerste. Zullen we maar eens even aanbellen, hè? Oh shit, dit is het volgende pas. Yeah! Yo! Kijk hey. Dan, is hij daar? Wat lekker! Lekker man! Kartes hier in de building. In deze aflevering ben ik dingen aan het zeggen terwijl er een pokkel gemaakt wordt door Kartes. Je kan hem kennen van het illustere duo Kleine J en Kartes. Hun laatste album, N, kwam uit in 2010 en daarna werd het even stil rondom de toffe rapper uit Den Bosch. Hij is in de loop der jaren meer geïnteresseerd geraakt in reggae en heeft ook zijn levensstijl daarop aangepast. Hef koos hem uit om op zijn pokoe te springen. Nee, je weet al wat we gaan doen vandaag, hè? Ja, toch? Heb je hier een studio ook? Nee, de studio zit niet hier, maar daar kunnen we wel naartoe rijden. Hé, dan moet je die track aanzetten van ja. Ga niet zeggen dat ik scheet heb. Ben gewend dat je dingen doen voor mij zeg. Ja, ik voel die beat wel, oké. Okay. Ik kon mezelf hier ook al overheen gaan. Super kut, want ik dacht echt van dit is de laatste keer dat ik hier ben. Maar eigenlijk was het ook wel weer leuk. Een paar jointjes gerookt buiten. Hoe begin je nou aan de verse dan? Meestal begint het met de muziek en die vertelt er eigenlijk het verhaal en zo kleur ik dat in. Eigenlijk een kleurplaat die gewoon... Ik klet. Dat is exactly. Wauw, dat is echt mooi. Nee, ik heb goede herinneringen aan jou, Chris. Ik weet de enige keer dat ik al mijn teksten op het podium ben vergeten was met jou ook. Oh mijn god, ja. Nee, we stonden in een of ander jongerencentrum of zo. Daar had jij net die plaat uit van met Party Squad. Oh ja. Jij werd overal geboekt en wij niet, maar wij mochten volgens mij mee met jou of zo. Oh, wat vet. Zie je zo'n groot hart hebben. En er was niemand in de zaal, denk 15 man of zo. We waren zo dronken geworden. Toen moesten we nog spelen. Wauw, dat geloof ik meteen. Ik kan me daar niets van herinneren. Ja, het is gewoon leuk. Het is gewoon een leuk liedje. Ik maak ook, vind ik, hele goede nummers when I'm super, super high. Heb je wel eens een nummer nuchter gemaakt dan? Ja, ik weet niet man. Ja, nuchter is een groot woord. Misschien heb ik één jonko gerookt dan. En dan op een gegeven moment valt hij in een soort van pit. En een hele dramatische muziek. Ik was... Wat was de vraag, Kees? Op je boven. Wat vermijd ik? Welk is je favoriete onderwerp om het over te hebben? Ja, Kees. Nou, ik probeer in ieder geval wel te vermijden dat het nergens over gaat. En het brek en boos, zeg maar, probeer ik ook wel inmiddels te vermijden. Maar het echt battelen en zo vond ik wel... Vind ik eigenlijk nog steeds echt de kunst. Maar er komt daarnaast ook weer een andere... Allemaal andere energieën bij kijken die ik daar dan weer niet zo... Waar ik niet zo op zit te wachten, dus om echt toch een positief ding neer te willen zetten. Precies. En niet zozeer het ego gecentreerde, maar meer wat groter en wat breder. Ja. Oké. Mag nog wel iets harder wat? Je kan niet zeggen dat ik spijt heb, hooguit van die dingen heb geleerd. Want gedane zaken nemen geen keer. Nee, gedane zaken nemen geen keer. En alsjeblieft. Je losse enige
bij de bocht, maak geen strijd met elkaar, maar maak wat tijd voor elkaar. Want ik ben niet echt voetbalfan en nu ben ik toch wel een soort van met de hype meegaan. Want ik denk dat ik al wedstrijden aan het missen ben. Say what? Hij doet nooit practice. Te weinig. Waarom? Ik pak meestal gewoon als ik alleen ben gewoon een magnetron maaltijdje. Echt wel? Mm-hmm. Koken? Ja. Gewoon lui. Gewoon 5 minutes in de magnetron en zo. 5 minuten? Ja. Waarom zo lang? Ja, Tesla in de package. Ik werk als chef, Kees. Ik kan me niet meer voorstellen dat je kijk in de magnetron zo. Dan kan je fruit ook koken. Ja. In het pannetje. Tuurlijk. Wat? Yeah! Dus ik ga niet zeggen dat ik spijt heb, omdat ik weet in welke situatie ik die mensen ben kwijtgeraakt. Wees trots op jezelf, vertel je eigen verhaal. Laat op in het water, word gereinigd door de maan. Blote voeten in de aarde, leef een vrije bestaan. In je moeder en je vader, je zal blijven bestaan. Leef voort in de herinnering die jij hebt gemaakt. Ga je dromen achterna, gaat het geleidelijk aan. Maar het kan niets anders dan natuurlijk een sheer meesterwerkje worden. Yes, I, ik ben Cartes en ik heb een pokoe gemaakt terwijl Kees allemaal dingen tegen mij zegt. Ik blijf puur, breng vuur, laat ze roken. Het duurde te lang, maar als we komen is het acuut over. De boot is los. Hey, maar Cartes, weet jij nou wie Hef nog meer heeft uitgekozen op de track?